Net als bij moderne treinen moesten ook stoomtramlocomotieven vroeger verlichting voeren. Elektriciteit was er niet. Dus hoe dan? Met petroleumlampen dus. Maar hoe werkt dat nou? Nou, laten we er eens een openmaken. Kijk, aardig is dat het hele binnenwerk, dat kan er dus uit. Zo ziet het van binnen eruit. Een spiegel waarmee het licht wordt gereflecteerd. De brander, een glaasje om damp en roet af te voeren. Nou, die brander laten we even zitten. Kijk, hier heb ik een voorbeeld. Zo ziet dat er dus uit. Een kous. Die kous zuigt de olie op. Die werd erin gevoerd, op maat geknipt. En als de olie boven was, dan kon die aangestoken worden. Wat hebben we nog meer? Natuurlijk, een tankje waar de petroleum in zit. Petroleum erin. Nou, zo is wel even genoeg. Ja, aansteken dus. Glaasje erop. Beetje afstellen. Aan de buitenkant zit een wieltje. Je zit hier met een vorkje vast waarmee je de lamp kunt afstellen. En eigenlijk is het maar een heel klein pitje, een heel klein lichtje, maar door een goede reflector gaf zo'n ding een berglicht. Ze branden nu allemaal. Lampen in soorten en maten van verschillende locomotieven. Deze is van lok 5. Die van lok 8. Deze lok 26. Dat is deze locomotief waar we nu voor staan. En de grootste en misschien wel mooiste is van de Bello, lok 7742. Stoomlocomotieven hadden meestal twee lampen. Maar een locomotief kan twee richtingen uitrijden, voor en achteruit. De stoker of machinist moest de lampen dan omzetten. En dat was een aardige klus, want ze zijn werkelijk loodzwaar. Achterop een trein of tram moet rood licht worden gevoerd. Rijdt de locomotief alleen, hadden ze daar deze oplossing voor. Een roodgekleurde glasplaat. Die kon je hiervoor zetten. En daarmee mag de locomotief alleen rijden. En als er rijtuigen achter de locomotief zaten, dan hadden ze daarvoor zo'n sluitlamp. En die kon je achterop de rijtuigen hangen. Je kunt bedenken dat het in het machinistenhuis ook donker kon zijn. Maar de machinist en de stoker moesten natuurlijk wel hun instrumenten kunnen aflezen, zoals het waterpeil in het pijlglas en de druk van de stoomketel op de manometer. En daarvoor hadden ze zo'n lamp. Daarmee hadden ze toch zicht op de instrumenten. En wat zat er aan de zijkant? Dit klepje. Om te voorkomen dat vooral de machinist verblind werd door het lampje, waardoor hij goed naar buiten kon blijven zien. Voor werk om de locomotief aan de buitenkant was ook wel eens extra licht nodig. En tegenwoordig heb je daar een zaklamp voor. En toen hadden ze een snotneus. En hiermee hadden ze altijd voldoende licht. Zo, dit was het weer voor vandaag. Tot de volgende keer.